U zei net mededelingsplichten en ook onderzoeksplichten. Wat is eigenlijk de verhouding tussen die twee? Daar is de Hoge Raad helder over. In de sfeer van dwaling gaan mededelingsplichten in het algemeen gesproken boven onderzoeksplichten. Dus het is niet zo, en dat zou iemand, een onschuldig iemand die in 6228 burgerlijk wetboek gaat lezen en daarin niet het woord onderzoeksplicht tegenkomt, kunnen aannemen. Namelijk als zou er geen onderzoeksplicht relevant zijn in de sfeer van dwaling. Dat is niet het geval, maar de Hoge Raad zegt ja, als er iemand is die een essentiële mededeling had moeten doen, dus een mededelingsplicht heeft en die mededelingsplicht is geschonden, dan kan die partij niet zeggen, ja maar je had maar zelf beter onderzoek moeten doen en daarmee een beroep op dwaling afsnijden. Nee, zegt de Hoge Raad, als je die mededelingsplicht hebt geschonden, dan is die van een hogere orde dan de onderzoeksplicht van jouw wederpartij en dan staat jouw wederpartij dus wel degelijk een beroep op dwaling open. Maakt het uit of de ene partij deskundiger is dan de andere? Dat kan uitmaken. Je kan het ook wel de paradox van de deskundigheid noemen. Hoe deskundiger je bent en hoe meer je weet in termen van essentiële omstandigheden die ook voor jouw wederpartij relevant zijn. Denk weer terug aan Baris Riesekamp. Je moet in pre-contractuele verhouding de gerechtvaardigde belangen van je wederpartij in acht nemen. Hoe meer deskundigheid je op dat terrein hebt, hoe eerder het kan zijn dat je een mededelingsplicht in dat kader in acht hebt te nemen. En als je die niet in acht hebt genomen, hoe eerder het dan weer mogelijk is aan jouw wederpartij om te zeggen, ja maar jij was de deskundige en jij had mij iets moeten vertellen. En hoe eerder die wederpartij dan ook kan zeggen, ja ik heb gedwaald. Want jij had me dat moeten vertellen. En als ik het had geweten, had ik het niet zo gedaan.